beetje I'm the king of the world gevoelens hier achterop. Ik ben vandaag vuilnisman, vrouw in Amsterdam met Dino en Auke. En we gaan nu putten zuigen. Het is wel een beetje een vies karweitje, of niet? Ja, ja. Een beetje. Trek jij maar even die put open. Ja, het is goed vies. Ik wil heel graag helpen, maar toch ook weer niet. Zitten hier ook ratten en zo in? Ja, soms wel, ja. Ja, we halen eerst het grootste gedeelte vuil eruit. Met de emmer en de schep doen we het kleinere vuil, zeg maar, in de emmer. Halen we de emmer omhoog. Nice. Alleen naar de andere. Ben je knap, hè? Ja. Knap. Beetje toch. Is even afspuiten, toch? Waarom moet je nou dat... Oh ja, ik kan het niet antwoorden. Zeg, waar moet je dat masker op? Maar een ander mag je wel bedenken. Een heleboel randige dingen zitten erin. Ik moet er eigenlijk aan denken om die put in te gaan. Maar hij vindt het allemaal oké. Okay. Hoe ga je beneden komen? Springen? Ik ga. Het is wel op basis van vertrouwen ook, hè? Als wij nou zeggen doei. Ik kan me best wel voorstellen dat mensen zich afvragen waarom je dit bent gaan doen. Ik kan me ook wel voorstellen, ja. En op zich, de arbeidsvoorwaarden zijn goed, je verdient goed. En je bent lekker buiten. Je bent lekker buiten, ja. We hebben een leuk team volgens mij, hè? Ja, we hebben alleen maar leuke collega's. Eigenlijk zijn jullie degene die de stad gewoon houden. Ja, uiteindelijk wel. Het is niet gebeurd. Ja. We hebben het één grote vuilnisbelt. Zou je voor 1000 euro hier een stokje gegeven? Nee, zeker niet. We moeten hier wel als vuilnisman heel hard werken. Je moet niet bang zijn om vies te worden en spierballen hebben. En je moet een doorzetter zijn. Hoeveel containers zijn jullie op zijn dag? Varieert meestal rond de 4 à 6 per dag. Die put is leeg. En ik ga nu achter op de vrachtwagen. Met chauffeur Andrew. Goedemorgen. En met beladen Dion. Vuilnisman in Amsterdam, maar je wil dat nou niet. Echt bizar, we staan 1 minuut stil en we beginnen allemaal auto's af te toeteren. Ja, het komt heel vaak voor, ja, dat mensen gewoon altijd achter ons lopen te toeteren omdat ze snel naar werk moeten. Ja, weet je. Maar ze hebben volgens mij niet door dat we voor hun werken, weet je. Ja. Ja, lukt het? Ja, ja. Kijk eens hoor. Ja, ik werk de hele dag buiten, zeg maar. Het is ook, zeg maar, contact met de bewoners. Ja, ja. Dat is ook, zeg maar, leuk. Je leert ook steeds andere mensen kennen, weet je. Ja. Oh, dit is mijn lievelingspizza. Hm. Zijn er eigenlijk ook vuilnisvrouwen? Er zitten wel een paar vrouwen, zeg maar, bij de gemeente, die werken ook als vuilnisvrouw, maar die doen meer de veegdienst, zeg maar. Ja. Terwijl het wel kan. Nou, met z'n tweeën doen we 45 seconden over ongeveer. Ja. Dus dan moet jij dat ongeveer een anderhalf minuut afkrijgen. In mijn eentje? In je eentje. Oké, okay, timer aan. Ja, het staat aan hoor. Ah. Zet een stop uit, stop. Nee. Oh, Lonneke, je tijd is voorbij. Ik denk dat we weer maar eens een handje moeten helpen. Dat is echt nog bij lange na niet gehaald. Je moet wel je hoofd erbij houden.